Wat we zien gebeuren is dat allerlei apparaten steeds geacht worden om steeds slimmer te worden. Steeds meer van die artificial intelligence zelf te kunnen draaien. Wij werken hier aan het maken van artificial intelligence chips. Sara Robotics is een bedrijf dat een sociale zorgrobot ontwikkelt voor de langdurige zorg. Voluta ontwikkelt digitale infrastructuur om IoT-apparaten en sensoren in staat te stellen zelfstandig met hun omgeving te kunnen interacteren op convergentiepunt van IoT, AI en blockchain. Wij werken volgens een co-innovatieprincipe, dus we zijn al heel snel met de robot de werkvloer opgegaan. En samen met de zorginstelling ontwikkelen we die robot nu verder. Wat ook betekent dat er steeds meer AI aan te pas komt. Begin 2020 hebben wij Sara Robot als extra toevoeging gekregen binnen onze zorgplannen. En we merken dat het heel erg bij de bewoners aanslaat, omdat we heel erg kunnen trainen op beweging, cognitie en vooral ook echt het stukje fun kunnen terugbrengen binnen de zorg. Dus samenwerking en innovatieondersteuning zou ik zeggen dat dat heel belangrijk is voor het ecosysteem. Er zijn maar een paar plaatsen in Europa waar je chips kan ontwikkelen. Waar echt het hele ecosysteem, het talent, de apparatuur beschikbaar is om chips te bouwen. En een van die plaatsen is hier. Brainport is hier op de Hightech Campus. Wat gaat de impact zijn van AI op ons allen? Mensen zijn daar volgens mij soms een beetje huiverig voor. De vormen van AI die we nu kennen en die we in de toekomst gaan zien, die gaan impact hebben. Die gaan denk ik ons leven vereenvoudigen. Dat we ons leven veiliger kunnen leven, maar met alle gemak van dien. Dat is in ieder geval wat ik geloof. Dus om voor bedrijven om er een beetje een feeling mee te gaan ontwikkelen, raad ik aan om gewoon te experimenteren met deze technologieën hands-on. Want dan komen vanzelf de toepassingen, de praktische toepassingen voor hun industrie bovendrijven.